Hele indrukwekkende serie. We hebben hem alvast mogen bekijken. Zeker voor jou, Rob, want de serie is voor een groot deel jouw familiegeschiedenis. Jouw opa, David Cohen, was voorzitter van de Joodse Raad en werd na de oorlog verguisd voor zijn rol. Zijn dochter Viri Cohen, jouw moeder, werd een verzetsheldin. 500 Joodse kinderen heeft ze gered. Hoe heb jij naar die serie zitten kijken? Naar mijn opa en mijn moeder. Er zat niks nieuws in die serie voor mij, omdat mijn moeder mij ongeveer alle verschrikkingen al verteld had. Of er 's nachts over had liggen gillen. Daar wou ik maar bij laten even. Ja, want kan je benoemen wat jou het meest in die serie heeft geraakt? Mijn opa was een goede man. Die nam in 1933 vluchtelingen in huis. Hij doseerde heel streng overigens geschiedenis en oude talen. En hij heeft echt gedacht dat door samen te werken met deze vijand hij het letterlijk minder erg kon maken. Hij heeft gedacht vanaf het begin dat Joden niet meer naar zwembaden mochten. Toen dacht hij, oké, laten we meewerken, want dat is toch niet zo erg. Dat ze niet bepaald onderwijs mogen krijgen, laten we meewerken. Want dat is toch niet zo erg. Dat ze bepaalde banen niet meer krijgen, laten we meewerken. Dat is niet zo erg. Oké, zo'n ster. Ach, dat is niet zo erg. En langzaam zag je dat, ondanks al zijn goedtierendheid en goede bedoelingen, hij de speelbal werd van de Duitsers. Zo heb ik ernaar gekeken. Ik zag een man die goed wou doen en het liep heel verkeerd af. Jean-Paul Sartre heeft daar ooit iets moois over geschreven. Die zegt, het gaat erom dat je goede intenties hebt en dat kan uiteindelijk verkeerd aflopen. En ik heb naar mijn moeder gekeken die, ja, ik ben in 1955 geboren, dus ik heb haar nog 53 jaar gekend voordat ze in 2008 doodging. Zij heeft geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden en voor mij is zij een held. En zo heb ik ook naar de serie gekeken. En met succes geprobeerd. Nee, Charles. Zij heeft haar hele leven eigenlijk alleen maar gepraat over de 5000 kinderen die ze niet had weten te redden. En die ze vanuit de crèche waar ze werkte naar de overkant zag lopen met rugzakjes. Naar de Hollandse Schouwburg waar zij werden gedeporteerd. Eerst naar Westerbork en toen naar de vernietigingskampen. Want dat woog zwaarder dan het feit dat ze ook kinderen had kunnen redden. Ze heeft die kinderen gered. Sterker nog, ik heb ze laatst, niet allemaal, ik heb er 5 geïnterviewd. Die kinderen hebben allemaal een schuldgevoel dat zij er nog zijn. En al die anderen niet. En mijn moeder heeft een schuldgevoel, had een schuldgevoel naar iedereen die ze niet had kunnen redden. En dat mijn opa en mijn moeder zo tegengesteld, maar misschien helemaal niet tegengesteld, probeerden het goede te doen. Bij de ene dat is onder andere door mensen die tegenover mij zitten zo onvoorstelbaar mooi. Gespeeld, durf ik het eigenlijk niet te zeggen. Ja. Jullie, zijn in de huid.